Hallo lieve maagd, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 6, 5 februari tot en met 11 februari. Zoals jullie misschien hebben gezien, ben ik een tijdje offline geweest. Dat had te maken met dat ik echt goed ziek was. En of ik hoestte zo hard dat ik niet meer kon praten. Of ik had al hoge koorts. Het ging echt even niet. Maar niet getreurd, ik ben er weer. En we gaan kijken wat jouw hoofdthema is voor deze week. Wat is het hoofdthema voor de maagd voor deze week? Het is belangrijk om goed te letten op je eigen balans. Het is belangrijk om goed te letten op je ingevingen die je krijgt en op je eigen inzichten. Daarnaast hoor ik ook de hele tijd: durf te gaan bloeien, durf te gaan staan voor wie jij echt bent. Want dat is heel erg belangrijk. Volg je eigen gevoel, volg wat voor jou goed is. We gaan eens even verder kijken, lieve maagd, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de maagd deze week verwachten? Dan zie ik eigenlijk dat je heel erg bezig bent met empathisch te zijn voor een ander. Maar dat het ook belangrijk is om goed naar jezelf te luisteren. Het is belangrijk om van stukken te gaan leren. Om stukken om te zetten naar vrolijkheid. Om dingen achter je te laten die niet meer dienen. Maar ook om de transformatie aan te durven gaan waar je nu in bezig bent. En soms heb je het gevoel dat je nog even vastzit, terwijl je eigenlijk al los bent. Dus het is soms een illusie. Daarnaast weet dat je veel meer kracht in je hebt dan dat je denkt. En dat zorgt ervoor dat als jij weet dat je kracht hebt, kan je makkelijker vooruit. Uitdagingen die je op je pad komen, die kan je echt aan. Maar zoek time-outs voor jezelf. Zoek ruimte voor jezelf om ook tot jezelf te kunnen komen, om in die kracht te kunnen komen. Want wanneer je in je kracht bent, ben je op je sterkst. We gaan eens even verder kijken, lieve maagd, naar een mooie positieve boodschap voor jou. Een boodschap voor jou. Durf open te staan voor wat er op je pad komt. En creëer vooral met wat je op je pad wilt. Ga manifesteren. Vraag hulp aan Engel Universum of hoe je het ook wilt noemen. Maar je bent niet alleen. Lieve maagd, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. En heb jij nou zin om verder door te leren of om te studeren? Neem even een kijkje op mijn Facebookpagina of op mijn website. Want er komen weer leuke workshops aan. Je kan je nu nog opgeven en wie weet zie ik je dan. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.